Een schip op volle zee heeft de ruimte. In een omtrek van honderden mijlen kan het alleen zijn. Vooral dan zal het voor de mensen die het herbergt een veilig thuis moeten zijn. Daarom moeten schepen boven de 1600 ton een radiotelegrafist aan boord hebben. Ook al gebeurt het niet alle dagen, er zijn genoeg redenen denkbaar die een snelle communicatie met andere schepen of met radiokuststations een zaak van leven of dood maken. Want zou een schip geen communicatiemogelijkheden hebben, dan kan het met zijn opvarenden in geval van nood aan het lot overgeleverd zijn. Naast het schip van de hoogst mogelijke veiligheid te verzekeren, heeft de radioofficier tot taak de luisterwachten te verrichten, tijdseinen, radionieuws en weerberichten te ontvangen en voorts alle mogelijke berichten op te nemen of uit te zenden die voor de rederij, de kapitein en de overige opvarenden van belang zijn. Deze berichten worden opgevangen door Scheveningen Radio en afgeleverd aan de geadresseerden. Scheveningen Radio, hier de Overijssel. Dat is goed ontvangen, juffrouw. Stand bij voor Amsterdam. Ondanks de moderne ontwikkelingen blijven de morsetekens een onmisbaar middel voor de radiocommunicatie. En die morsetekens krijgt de aspirant radioofficier dan ook letterlijk en figuurlijk in de vingers tijdens zijn tweejarige opleiding op de Radio Holland of zeevaartscholen. Naast morsetekens zal de toekomstige radioofficier ook veel in zijn mars moeten hebben op het gebied van de scheepselektronica. Een ruime theoretische en praktische kennis van zenders, ontvangers, echoloden, radiopeilapparatuur en radars is noodzakelijk. Kortom, het hele arsenaal en elektronische apparatuur aan boord mag voor hem niet de toverapparatuur zijn die het voor de niet-ingewijden vormt. Want de radioofficier zal de man moeten zijn die al dat elektronisch vernuft in bedrijf moet houden. En daarop is ook zijn opleiding gericht. Hij is een vakman die overal en waar ook ter wereld emplooi zal kunnen vinden. En dat beslist niet op zee alleen. Zend op vakspoel kapot. Sterke buizen die slecht zijn. Ja. Ja, zet de zender maar bij. Kunstantenne goed. Op A2. En hem even afstemmen. Meet eens even die spanning. Ja, hoeveel milliseelt die? Ja, dat is hem al zo ongeveer. Nou, begin maar te roepen. PCH, Woutersom, daar komt hij. We stemmen af op 8622 op AVC. Deze, Siemens en de BC348. En dan vinden we daar de PCH3-zender. Natuurlijk wordt de toekomstige radioofficier ook vertrouwd gemaakt in het bekwaam en snel hanteren van die apparatuur om aan eventuele noodsituaties zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Van zijn inzicht en vakbekwaamheid kan op een bepaald moment veel, misschien wel alles, afhangen. Hier wordt een kleine radiotelegrafie-zendontvanger die in noodgevallen overboord gezet kan worden, uit het water gevist en in de kortst mogelijke tijd in bedrijf gesteld. Ook dit schip heeft een radioofficier aan boord, een vak die de veiligheid verhoogt die de communicatie van het schip verzorgt. Wellicht rijst de vraag wie kan tot dit beroep opgeleid worden. In aanmerking daarvoor komen jongelui die een MULO of HBS hebben doorlopen en nog niet de 20-jarige leeftijd bereikt hebben. Belangrijk is te weten dat men tijdens de opleiding en uitoefening van het beroep vrijgesteld wordt van de militaire dienstplicht. Hebt u belangstelling voor dit beroep dat bovendien kan dienen als aanloop voor een carrière aan de wal, dan kunt u nadere inlichtingen krijgen via de stichting Socutera, postbus 93 in Den Haag.